Ik hoorde een verhaal van iemand die zei, ik was eerst voor ADO, maar daar ging het niet goed, dus nu ben ik voor Feyenoord. Dan dacht ik, nee, zo werkt het niet. Het is wat dat betreft een relatie. Je kan ook niet tegen je vrouw zeggen, oh, je bent zwanger. Dan ga ik even 9 maanden weg en dan kom ik terug wanneer je wel normaal kan doen. Weet je? Dat is niet hoe het werkt. Kijk, die relatie voor mij, die relatie die ik met Feyenoord heb, dat is nu 25 jaar dan. Dat is al 23 jaar gewoon kommer en kwel. Weet je, dat is gewoon een vastgeroeste relatie. En met heel weinig hoogtepunten. Dat je thuis komt en dat ze soms ineens een sexy lingerie op bed ligt. Dat je denkt, oh, het kan dus wel. Het kan dus wel. Maar de meeste tijd zit ze gewoon op de bank uit te dijen. In een vliestrui. Terwijl ze paprika chips van de Aldi zit weg te hakken. En je kijkt ernaar en denkt, hoe heb ik hier ooit van kunnen houden? Maar die laatste 2 jaar van die 25, ze heeft ineens een maagverkleining gehad. Lekkere highlights in de haar gedaan. De ogen laten laseren, die vliestrui uitgetrokken. En ze zegt ineens, joh, zal ik er eens 5 vriendinnen bij brengen? Weet je, dat is... Ja. Dat is hoe het nu is, weet je wel. En nu komt die successupporter en die zegt, mag ik anders ook meedoen? Nee! Had je er bij mij moeten zijn toen ze ook in de ochtend in de bed lag te ruften. Dat ook. Dit is gewoon een voor- en tegenspoor. Weet je wat clubliefde is? Ik hoorde een verhaal. Ik krijg heel veel van die verhalen nu. Maar bij RTV Rijnmond hoorde ik het verhaal. Er was een vrouw. Ik kreeg te horen van een dokter dat ze nog maar 3 maanden te leven had. Alleen die 3 maanden zijn nu voorbij. Dus als we in de voetbaltermen blijven, ze zit zeg maar in de blessuretijd, zou je kunnen zeggen. En het mooie is aan dit verhaal is dat zij door het idee dat Feyenoord kampioen kan worden, bij zichzelf denkt, ik wil in leven blijven. Dat is mooi, hè? Ook omdat het vroeger juist zo was dat Feyenoord supporters heel vaak zeiden, nou, ik wou dat ik dood was.